allemaal. Ik denk dat je vlog hebt geklikt. Ik ben Lucinde. Het is een nieuwe dag. Dit is een nieuwe vlog. Ik ben mezelf even klaar aan het maken. Ik ga namelijk vandaag werken. Zoals je misschien achter me ziet, is het nu. Sorry, ik kan het zelf niet lezen. 26. Ik wil eigenlijk om 30 aanfietsen. Dat moet op zich wel lukken. Dan ben ik iets voor 10 op het werk. Dat wil zeggen dat ik dus wel een half uur te vroeg ben. Maar ik moet vandaag heel even vlug iets regelen. Ik had namelijk dit jaar kaartjes voor groot. En vandaag is de dag dat die omgezet kunnen worden in kaartjes voor of in november voor of volgend jaar. Wij zouden graag in november gaan, als het kan, zeg maar als er een plek is. Maar dan moet ik dus wel precies om 10 uur, want die omzetting gaat om 10 uur. Dan moet ik wel gewoon om 10 uur klaar zitten, want ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen er zitten en hoe dat allemaal gaat zijn. Dus we gaan dat allemaal regelen. Ik ga nu alleen wel mijn brood maken. Ik denk dat ik gewoon brood ga maken om tosti te maken vanmiddag. En dan ga ik een klein ontbijtje maken voor op de fiets. En dan kan ik er vandoor. Maar dat moet ik dus wel nu binnen 3 minuten doen. Dus dat komt goed. Hey. Het is ondertussen avond. Ik heb de dag gewerkt. Het was niet zo'n lange dag als dat nu lijkt. Ik ben namelijk om ongeveer... 10 voor half 11 begonnen met werken en ik was rond een uur of 3:15 klaar, gok ik. Ik heb nog heel veel meegeholpen en met extra taken ook, daarom. Ik heb nog heel veel meegeholpen met extra taken, maar ik merk wel dat pijnbeweging is eigenlijk. En misschien zie je het al in mijn waggeltje. Maar ik heb spierpijn, ik heb hoofdpijn en het wil even niet meer. Ik heb vanmiddag en vanavond beneden gezeten, gewoon sociaal gedaan. Ik heb serie gekeken met ons mam. En dat heeft geresulteerd in het feit dat het nu avond is. Ik ga niks spannends meer doen. Ik ga namelijk gewoon nu lekker slapen. Jullie hebben nog... Ik heb nog 2 shots, screenshots, van het feit dat ik in de wachtrij stond voor de kaartjes, wat ik vanmorgen vertelde. Ik logde om 10 uur in. Nee, ik stond vanaf 9:55 al in op de site. En ik kon nog niet in de wachtrij, want die wachtrij ging pas vanaf 10 uur open. Wat gebeurde er? Ik logde in om 10 uur. En toen stond ik nog ruim 20 minuten stond erop in de wachtrij. Vervolgens dacht ik, ja weet je, ik hoef pas om 10:30 te beginnen. Ik was hier al een soort van op voorbereid. Dus ik ben lekker gaan wachten. Ik heb gedronken. Ik heb een soort van vrije tijd nog benut, zeg maar. En ongeveer naar pak een beet, een kwartier, was ik er bijna eigenlijk. Ik heb uiteindelijk, gok ik, plus minus, want er kwam weer een minuut bij en er ging weer een minuut af. Plus minus 18 minuten in de rij gestaan, denk ik. Ik ben vervolgens me gaan omkleden. En toen had ik het kaartje geregeld eigenlijk. We gaan nu november. En ik ben echt benieuwd naar hoe het gaat zijn. Ik hoop dat het leuk gaat zijn. Ik verwacht van wel. Maar ik moet nog heel even kijken hoe het allemaal gaat lopen. Aangezien je nooit weet of het nu uiteindelijk doorgaat, ja of nee. Mocht je trouwens steeds het hele shot hebben geërgerd aan deze lampkap, het spijt me. Ik ga er gewoon standvastig in zijn en nu ook gewoon niks aan doen. Ik zal hem wel uit beeld halen. Is die? Die is ook niet recht. Sorry. Er zitten geen... Ja, er zitten wel lampen in, maar die lampen zijn te klein. Dus daardoor kan die lampenkap bewegen. Maar even, dat was off topic. Ik heb verder vandaag echt niet heel veel gedaan. Ja, ik heb nog meegeholpen bij de administratie. Ik heb nog meegeholpen verder in het lab met extra taken die ze dan morgen niet meer hoefden te doen. En... ja, eigenlijk ging het over het algemeen best wel goed. En daar ben ik best wel blij om eigenlijk. Maar ik voel me nu wel echt inkakken. Ik voel me nu wel echt, zeg maar, moe. En ondanks dat ik vannacht fantastisch heb geslapen, daar heb ik echt niks op en aan te merken. Maar ik merk wel dat de afgelopen dagen gewoon pittig zijn geweest. Het waren leuke dingen die op de planning stonden, maar
wel dingen die energie van mijn lichaam hebben gekost. En natuurlijk, leuke dingen kosten energie en dan maakt het minder uit alsof het als het energie kost. Maar ik merk wel dat het nu een beetje tot daar zit. Ik merk het ook aan mijn hoofdpijn namelijk. Ik heb hoofdpijn, ik ben vermoeid. Mijn vergeetachtigheid komt omhoog, want ik weet nu al niet meer wat ik 5 seconden geleden heb gedaan, bij wijze van spreken. En ik merk gewoon dat dat erger wordt naarmate ik vermoeider raak. Ik heb trouwens vandaag wel contact gehad met de huisarts, nu ik over vermoeidheid heb. Zij heeft me heel even uitgelegd wat de uitslagen waren van bloed. Eigenlijk was over het algemeen alles gewoon goede waardes op mijn vitamine D na. Dus daar moet ik supplementen voor gaan slikken nu. Of ik moet het met voeding aan gaan vullen. Ik ga nog even kijken hoe en wat ik ga doen. Ik ga in contact met de diëtiste zoals ik afgelopen week, ik weet niet precies wanneer, daarom afgelopen week vertelde. En daar heb ik maandag een afspraak voor staan. En doordat ik vlog en doordat ik het elke keer benoem, stimuleert mijn brein ook om het te onthouden. Dus ik weet nu precies wanneer die afspraak staat. Ik word dinsdags gebeld door het ziekenhuis, laat in de middag. Dus het moet allemaal wel goed komen, gok ik. Maar ik moet even rustig aan doen nu. Dus ik ga nu lekker slapen. Ik was eigenlijk nog van plan om nu een video te editen. Maar dat komt er morgen wel van, want ik moet echt even pas op de plaats zetten. En ik heb het vandaag op het werk ook verteld. Ik vind het allemaal prima om te werken. En werk is super leuk. Ik wil absoluut niet klagen. Ik wil ook absoluut niet klagen aan het overkomen. Absoluut niet. Werk is super gaaf. Werk is super leuk. Gezellig met collega's en al. Ik merk alleen dat af en toe als ik te enthousiast word en dus te vaak ja ga zeggen, dat ik mezelf voorbij ren. Nu ren ik mezelf voorbij en dat komt nu deze week echt niet door het werken. Nu komt het echt omdat ik gewoon buiten het werk om en buiten alles om toch die activiteiten had staan, zeg maar, zoals verjaardag of zoals het etentje van gisteren en naar de stad gaan en zo. En het kost gewoon veel te veel energie eigenlijk. Dus ik had het vandaag op het werk erover inderdaad ook dat ik wel de rekening mee moet houden dat ik gewoon niet nog bij de oude ben. Ik was ook heel goed bezig met sport, maar het zit heel proppievol. Dus ik ga nu lekker slapen, wat ik nu al voor de derde keer zeg, sorry. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog hopelijk. En ik zal je beloven dat het morgen een leukere dag gaat zijn. Een interessantere vlog, dat in ieder geval. Ik heb nog niks op de planning staan, maar dit zijn ongeveer 4 shots die je nu hebt gehad, met de screenshots meegeteld. Dus er zullen morgen in ieder geval meer beeldmateriaal zijn. Ik heb nog niks op de planning staan. Ik weet in ieder geval dat het morgen zaterdag is. Goh, echt. Ik had vandaag echt geen bunch nul dat het vrijdag was trouwens. Maar morgen is zaterdag, wat betekent dat ik zaterdag zat bij Rick blijf slapen. Dus ik ga in ieder geval nog naar buiten toe morgen. En er moet wat geëdit worden. Want ik loop een beetje achter. En daar schaam ik me best wel voor. Maar ik ben de afgelopen dagen bij Rick geweest. En ik heb natuurlijk dingen op de planning gehad. En ik weet het. Ik had het anders moeten plannen. Maar mijn planning is niet zo heel fantastisch. Mijn planningvaardigheden is ook niet zo fantastisch. Dus ik ben lerende. En ik ben ontwikkelende. En ik ben ontwikkelende. En ieder mens heeft zijn plus- en minpunten. En mij is gewoon nog op mijn punt dat ik niet kan plannen. Ik heb nooit geleerd om te plannen. Ik dacht altijd, het zal wel. En nu met mijn hoofd, vergeetachtigheid en alles, vergeet ik het. En moet ik het dus noteren. Maar dat doe ik dus niet. Dus het is grotendeels, heel veel grotendeels mijn schuld. En een klein beetje de schuld voor het feit dat ik gewoon heel lui ben. Wat nog steeds mijn schuld is. Dus eigenlijk is het 100% mijn schuld. Ja. Aan deze brabbeltaal kan je waarschijnlijk wel merken dat ik gewoon vermoeid ben. En dat ik eigenlijk moet stoppen met vloggen. Dus bij deze hoop ik dat jij een fijne ochtend, middag of avond hebt gehad. Of voor de boeg hebt. Ligt eraan wanneer je deze vlog kijkt natuurlijk. En ik wens jou een hele fijne dag in het algemeen toe. Tot morgen. Doeg. Slaap lekker voor vanavond.